welkom bij de documentaire Schubbenstrijd. We zijn vanavond in het kleine pittoreske dorpje Edam. Wij zijn te gast bij de oude vissersman Kees, die wat over zijn vissersverleden gaat vertellen. Nou Kees, bedankt dat je ons hebt uitgenodigd en jij wou me graag wat vertellen over je vissersverleden. Dus ik zou zeggen, brand los. Nee, goed dan. Nou, ik was 15. Ik kwam op de Voldam 77. De oude 222. Drie zwaardjes. Ja, ik kwam als jongste aan boord. Als je jongste bent, dan je aardappelschil, chickies draaien, alles schoonhouden, dekwerk en in een visruim. Ja, ik werd altijd opgehaald, s'nachts om 1 of 3. En dan gingen we naar Lauwersoog, dat was onze thuishaven in het begin. Nou, daar gingen we water laaien voor de hele wijk. Voor koffie te zitten en zo, en daar was. In ijs laaien. Dan kwam je langs een tjallak. En dan kreeg je een trechter aan boord, je ging het visruim in, kreeg voor de hele week ijs om die vis in te ijzen. Nou, en dan ging je naar de visserijgrond. En bij visten dan, zal ik maar zeggen, op de 57, 58. Dat is dan, zal ik maar zeggen, waar al die kruisjes staan, hier bovenaan visten wij dan zo. Hier visten we, hier zo. Goed, dat was dan een uurtje of 30 stelden voor op de visserijgronden waren. En dan visten we in de stenen. Nou, dat noemen ze de scherpte. Nou, dan had je van die ijzeren matten onder die netten. En die rammelden dan zo door die stenen, weet je wel. En dan zaten er van die ijzeren schoenen aan die soort. Even laten zien eigenlijk eventjes. Kijk, een visje op de bomen. Zo weet je wel, visje dan. Met twee netten er dan zo. Begrijp je? Ja. Yeah. Nou, dan visten we op school en op scharen en tong en kabeljauw en schelvis. Wijting, tarbot. Maar hoofdzakelijk visten wij op school, want dat was verschrikkelijk van school. En het waren allemaal zulke scholen. Grote, dikke scholen. Want hoe hoger je vist, hoe grover de vis wordt. Maar als je bij wijze van spreken daar windkracht 5 had, dan moest je maken dat je wegkwam. Want er stonden daar verschrikkelijke hoge golven. En het was een verschrikkelijke waterbak, die kotter van ons. Dat was een erg zeewaardige boot, maar een waterbak. Je moest een goede zeebeen hebben op dat schip, want slingeren en gooien deed. Maar goed, dan kwam de vis aan dek. Ik deed de kabeljauw dat je schoonmaken, strippen. Dat is de darm eruit halen. En de kuit en de lever, die deed je bij je bewaren. Daar kreeg je poen voor. En de schol deed je niet strippen. Gelukkig. Dan had je tenminste nog eens een tukkie wel. Dan had je een tukkie ook. Ja, dan werd die schol die werd naar beneden gedonderd. Door van die luik in het dek. Zo'n laag wordt opengehaald door een lummel, noemen ze dat. Nou, die Volendammers hadden natuurlijk meteen een lekkere nabi voor, die lul. Moest dingen optrappen. En dan gooit hij die vis in dat ruim, in keien. Ik zal het even laten zien hoe het eruit ziet. Een telletje. Kijk, hier deed visruim. En dan lag dat ijs dan, zal ik maar zeggen. En hier in de kasten, daar wordt die vis ingestort. Nee, een beetje een beeld. Maar hier hebben wij spreken een grote kabeljauw. En een grote kabeljauw, die kan niet in kisten. Nou, die werden dan ingeëist in de buik, noemden ze dat. Kijk, dat zijn zulke kabeljauwen.
die liggen dan lang uit. In het ijs. Nou, daar kreeg je een stuiter geld voor, dat wil je niet weten. Die kabeljauw bestaan volgens mij geen ijs meer. Die zijn echt zeldzaam geworden, die beesten. Maar goed, we gingen op een ruige haal, want toen lagen we te vissen. In. Dan komen die tuigen komen boven water. En toen stond Jaap, die stond te piezen. Met een stuk in zijn nek. Je zat elga voor. Ik heb eruit, die zaklaan die was al binnengetrokken. Via dat net komt. Toen stond hij tussen te pissen. Maar dat schip, dat slingert. En toen kreeg hij even dat touw in zijn rug. Dat schoot van die controle af. Jaap overboord, midden in de nacht. Ja, weg was hij. Toen bleek naderhand, hing hij aan die zaklijn. Theo die schreeuwt, achteruit! Die stond volop ineens. Toen hing hij aan die zaklijn. Ja, die hebben we al gezien hoe je eruit zag. Ja, in zijn verzuipen kater. Toen op een gegeven moment